Eind mei hebben wij als Radboud Inline Skating het Nederlands kampioenschap skileren in Wervershoofd en in Medemblik. Het is een driedaags evenement, waarvan twee dagen op de Sjoerd Huisman piste in Wervershoofd. We verwachten spannende wedstrijden met spectaculaire acties, hoge snelheden, behendigheid. Topsport puur sang. Komt naar de gemeente toe. Naast het geweld op de Sjoerd Huisman piste is er op 1 juni het wegprogramma. Dat is een aangepast parcours met scherpe bochten en asymmetrisch. Daar starten ze met een one lap. Dat is één rondje met z'n vijf in de baan en gewoon vol gas. En daarna hebben ze nog een puntenkoers, dus een lange afstand. En dat belooft ook spektakel te worden. Het programma varieert tussen de 200 meter pure sprint, dat is één rondje individueel. Een 500 meter in kwartetstand, net als met shorttrekken. Dus vier man in de baan en 2,5 ronde van start tot finish, spectaculair. Voor de langere afstanden is er een 15 kilometer afvalkoers en een 10 kilometer puntenkoers. Waarbij er om de ronde punten of afvalling is. Dus dat is een kwartier lang spektakel. En spanning tot een top. We hebben de gebroeders Mulder, die komen aan de start. Die komen de titel van Kai Schip op de 500 meter proberen terug te winnen. Dat belooft een groot spektakel te worden. Jordi van Workum, zijn we heel benieuwd naar wat hij gaat laten zien bij de senioren als eerstejaars. Vorig jaar is hij wereldkampioen geworden in Arnhem. En we zijn nu benieuwd of hij zich ook bij de senioren tot de podiumkandidaten kan mengen. De broers Kai en Rick Schipper, die de strijd gaan met Ronald en Michel Mulder. Wordt heel spectaculair op de 500 meter. We hebben Janno Botman nog, wereldkampioen schaatsen. Junioren, kijken hoe die de aansluiting bij de senioren kan maken uit Andijk. En bij de jeugd hebben we Ivo de Laporte, Bente Kerkhoff, Daan Berkhout, Ramona Westerhuis. Allemaal aanstormende talenten die we kunnen opschrijven voor de toekomst. En die hier misschien wel hun neus echt door het venster drukken en laten zien aan het grote publiek hoe het is om een titel te winnen. Het is gratis toegang voor jong en oud. We hebben een tribune voor 500 man, dus kom snel, want dan is de tribune, dan heb je een plekje gegarandeerd. We hebben een foodplein met de foodtruck, we hebben koffie, thee, de bierpomp staat aangesloten. Dus we gaan er een groot feest van maken. En we hebben DJ Jacco Deen, die het programma spectaculairder gaat maken en opzwepender met goede muziek, goede plaatjes tussendoor kan draaien om tussen de wedstrijden door ook sfeer te krijgen. Team Medemblik speelt ook een grote rol. Die helpen ons met netwerk binnen de gemeente, de sponsoren, de overige bedrijven, instellingen. Om dit soort evenementen naar de gemeente toe te krijgen. En de samenwerking is zeer prettig en dat versterkt elkaar enorm. We gebruiken het NK om de lokale jeugd ook aan het skaten te krijgen. Daarvoor dat er minimaal 1000 basisschoolkinderen clinics krijgen. Door in aanloop naar het NK toe met de skate-tijd actie. Daarnaast hebben we de G-sporters die we nog in het zonnetje willen zetten, die mee hebben gedaan aan de Special Olympics. Die we krijgen nog een speciaal podium. En voor de basisschoolkinderen hebben we voor de beste klas gemiddelde rijder een huldiging op het erepodium van het NK tijdens het NK. De dagen beginnen om 11 uur. En zijn om 6 uur meestal afgelopen. En voor meer informatie kijk op schaats.nl of www.nkinline.nl.